Een aantal weken geleden hebben we met de winnaars van de Bertjes 2019 een heel gezellige avond gehad. En wel bij Wim Bayeux thuis, waar hij ons uitnodigde voor een dinertje. Dat kon je zien in de vorige video. Nu, er is die avond veel meer verteld dan wat je al te zien kon krijgen en dat wilden we jou niet onthouden. Vandaar hierna het volledige interview met Wim van die avond. Voor zij die Balls & Glory nog niet kennen, het is een restaurantconcept gebaseerd op één enkel gerecht, namelijk een gehaktbal, maar dan wel op een hele creatieve manier gebracht, met allerhande variaties en in een korte kettingfilosofie. Wat mij zo bijzonder fascineert aan Wim en zijn manier van ondernemen is zijn wendbaarheid. Hij maakt van elk probleem een opportuniteit. En als je dan kijkt naar de horeca in het voorbije jaar, daar zijn best wel wat problemen opgedoken en het is echt fascinerend om te zien hoe Wim die telkens aanpakt en oplost. Je zal dus in de komende 10 minuten een overzicht krijgen van het voorbije jaar, wat er allemaal gebeurd is en hoe hij zijn bedrijf Balls & Glory verder doorgeschaald heeft. We zijn nu bijna een jaar na de Bertjes van vorig jaar. Het was een ingewikkeld jaar, denk ik. Aan de ene kant investeerders, grote ambities. Aan de andere kant een coronacrisis. Dus ik kan me herinneren dat je wel een boeiend jaar achter de rug hebt. Uiteindelijk hebben we... Ja, we waren scale-up, denk ik, hè, hebben we gewonnen. Ja, wat eigenlijk mijn plan was om heel snel breed te scalen. Gewoon meer vestigingen en dan in de diepte te gaan. Ja, hebben we nu weinig nieuwe vestigingen, of eigenlijk geen. Maar zijn we wel heel snel in de diepte gaan scalen. Hè. We hebben... Dit jaar Foodback, Meal Hero, we hebben onze webshop waar je niet alleen in die 5 kilometer rond het restaurant de Deliveroo en de Uber Eats en de takeaway kan bestellen, maar ook echt gewoon nu in Nederland. Ik denk als je ergens in Drenthe, in de Kerkstraat nummer 2 woont, kun je bij ons op maandag ballen bestellen en zullen we die woensdag dan bij u komen afleveren. Is dat een bewuste keuze geweest? We stonden met 3 panden klaar in Wallonië. Ja, we hebben dat nu wel even een klein beetje op hold gezet. Maar bon, dan merken we ineens dat we wel via een webshop ook Wallonië bereiken. Dus is dat zo een bewuste keuze? We zijn toch tot een aantal keuzes gedwongen, denk ik, enerzijds. Maar anderzijds, ik denk dat er heel veel kritiek komt op het nut of niet nut van een lockdown. Ja. Maar ik weet als geen ander, als ik mij verveel, komen er heel vaak nieuwe inzichten, nieuwe ideeën. Soms crazy things van, ah, misschien moeten we dit, of dan krijg je de goesting. Maar soms neem je ook wel een keer afstand van dingen. En voor mij was dat goed. Even letterlijk lockdown. En ik probeer dat eigenlijk ieder jaar te doen. Hè. Dus vroeger was ik degene die dan zo bij de VOCA-recepties, oh, ik werk 100 uren per week. Ik weet nu dat ik heb weekend leren doen om in het weekend mij even een evaluatie te maken van de afgelopen week. En dan de komende week goed voor te bereiden. Ja, iedereen zegt ineens, door corona zitten we in een wereld in verandering. Ja, bullshit. Hè? De wereld was keihard in verandering. En nu hebben een aantal mensen misschien wel sneller doorgehad dat ze gaan moeten mee veranderen. Helaas natuurlijk, als het dan over hospitality en food gaat, zit ook met een aantal bewegingen die ik niet leuk vind. Mensen gaan terug meer thuis gaan socializen. En ik denk dat socializen in kleine bubbels niet zo interessant is. Je moet uit je comfortzone, uit je eigen netwerk komen om goed te kunnen ondernemen, maar ook als mens je een beetje te wapenen tegen polarisatie. Daar ga ik echt alles aan doen als ondernemer om mensen bij elkaar te krijgen. Het zal dan niet aan onze lange jans zijn van 20 man, maar ik ga echt wel proberen mensen in bubbels bij elkaar te krijgen, want dat is echt superbelangrijk. Wim, jij probeert met je bedrijf meer te doen dan denk veel andere bedrijven. Probeer een rol op te nemen in de maatschappij. Hoe zie jij de plek van Balls & Glory van jezelf als ondernemer in de maatschappij? Is dat niet ondernemen? Ondernemen is ergens een bijdrage proberen. In essentie is dat een probleem oplossen. Ja, absoluut. Dat is ondernemen. En dan, ondertussen, Balls & Glory is ook een team. We zijn een onderdeel van de maatschappij. Wat dat bij ons de afgelopen maanden en de komende maanden nog echt centraal staat, dat is ons team. Hè. Ja. Dat is echt ons team. Ik vind het doodzonde. We hebben veel minder studenten in onze teams. Ja. Momenteel, en dat is dan toch weer een deeltje die ontbreekt op een manier. Als bedrijf heb meer dan die een ene stakeholder. Hè. Heel vaak is de definitie van een stakeholder is uw investeerder. Bij ons is dat, de stakeholders, ik zie mijzelf altijd als een belangrijke stakeholder. Als één, vind ik het leuk en is dat wat ik wil. Dat is belangrijk, die moet gelukkig zijn. Tweede stakeholder zijn mijn investeerders. We hebben onze klanten als stakeholder. Ik heb mijn team
als stakeholder. En dan in het midden staan onze boeren ook centraal. Dus ja. Ik heb zoiets van, ik heb altijd geprobeerd om, dat is voor mijzelf ook, ik ben zo 50% ondernemer, 50% kok. Op het moment dat die niet meer in evenwicht zijn, dan begint dat wat te sputteren. Ik kom daar eigenlijk ook niet zo graag mee naar buiten. En ik denk, onze aandeelhouders ook niet, dat dat een financiële transactie is, want dat is het eigenlijk niet. Nee. Die geloven dat we een steen kunnen verleggen en dat we een beetje kracht nodig hebben om die steen te verleggen. Ik heb een grotere schrik dat het beeld zou ontstaan dat ondernemen gaat over kapitaal ophalen. Dus dat tegenwoordig, als je de krant opslaat, dan is dat, start-up heeft zoveel opgehaald. En ik denk dat we eerder moeten opletten. Ik denk dat dat beeld is dat jonge ondernemers te vaak krijgen, dat ze falen als ze er niet in slagen om geld op te halen. En ik vind dat heel vaak een graadmeter. Ik heb zoiets van, als ik geen geld meer zou krijgen van de bank, dan zou ik mij vragen stellen. Dan zou ik zoiets hebben van, oei, misschien ben ik toch ergens in dat economisch mechanisme iets fout aan het doen. Dat klopt wel. Maar het mag geen doel op zich worden om kapitaal op te halen. Want uw kapitaal zit in uw team en in de meerwaarde die je niet alleen financieel creëert, maar ook in het product of de dienst of de meerwaarde op eender welke manier. De métier van hospitality wordt heel vaak onderschat, vind ik. En dat is eerder bij ons het interne gevecht. Het is zo bijna zo van, als je hotelschool gedaan hebt, dan is het zo van, ja, wat wou je eerst doen misschien? Ja. Of ja, toen hadden ze nog geen medicamenten voor ADHD, dus je ouders hebben nu dan maar naar de hotelschool gestuurd. Ondernemen is problemen oplossen, zei je al. Terug naar de essentie gaan, had het er net ook over de essentie. Wat is de essentie dan van Bowls & Glory voor u? We willen gewoon vechten voor het behoud van slow food en eigenlijk de Belgische de cafécultuur, die er daar toch wat inhouden. Maar meer dan dat is niet. Hè. In 2013 waren we het meest innovatieve restaurantconcept van Europa. En mijn grootmoeder vroeg, maar wat doe je daar allemaal, ventje? Zegt hij tegen mij. Ik zei, we draaien met tand, gekapbal. Ja, hoe zou je dat anders draaien misschien? Ja, we doen met verse stoemp, maar we warmen dat niet op. We maken, hoe zou je dat anders doen misschien? En dan, dus, je kunt dat bij ons in de keuken eten. Ja, waar zou de ander zitten? Dus ik kreeg haar eigenlijk niet verkocht waarom dat wij in 2013 het meest innovatieve restaurantconcept waren. Want je zegt zelf van, ik ben een half kok, half ondernemer. Is dat iets wat je in thuis voelt? Of heb je dat moeten leren? Of hoe werkt dat? Goh, dat is een goede vraag. Ja. Een keer dat in mijn team zit, met mensen die heel vaak slimmer, beter zijn in wat dan zij doen op hun domein, is het een kunst om goed te delegeren. En delegeren is niet mijn allergrootste talent. Dus ik moet daar wel, vandaar dat mijn weekend voor mij belangrijk is, om te zeggen van oké, goed eerst zelf over nadenken, dat we dan goed kunnen brieven, dat we dan dat we dat wat gestructureerd kunnen pakken. We hebben zo'n beetje een clubje van fast casual boys. Dat is dan zo Manhattan Burger, Umamido, Nona Pizza hier in Brussel. Fantastisch concept. Hè. En heel vaak zitten een paar koks tussen en een paar geen koks. En die zeggen dan, ja, voor ons is dat wat moeilijker, want wij zijn geen kok. Maar ik zeg, bijvoorbeeld Nona Pizza, Sebastian is geen kok. Dat is de beste Italiaan, vind ik, in Brussel. En dat is geen kok die daar aan het roer staat. En dan denk ik van, ja, maar ik denk dat het soms makkelijker is als niet-kok een restaurant runnen, omdat het dan dingen op een rationelere manier bekijkt. De Bertjes winnen, wat heeft u dat opgeleverd? Wat heb jij daaraan gehad? Ja, in de eerste plaats natuurlijk gewoon een superleuke dag. Omdat je dan met ondernemers die in een compleet andere sector toch uiteindelijk ook stenen aan het verleggen zijn. Dat was voor mij heel, heel inspirerend. En vooral toch ergens wel het gevoel dat zo niet de zoveelste award is waar dat je een tafel van 10 moet kopen. Waar dat je dan een magazine die dan een wedstrijd organiseert omdat een award een deel van een businessplan is. Dat clubje van 5, ik had ook het gevoel van, dat zijn allemaal winnaars. Omdat ze allemaal heel straffe verhalen. En ja, is dan degene die erin slaagt om water op te pompen op een heel makkelijke, efficiënte manier. Ja, of een gevulde gekapbal. Wat primeert dan? Het was echt wel een beetje het feestje van ondernemerschap op een manier. Zo. Ja. Je voelde ook een soort van dankbaarheid en leergierigheid. Dat was voor mij een beetje het sentiment van die dag. En ja, tegen dankbaarheid en leergierigheid kan niemand iets hebben, denk ik. Ik zou graag nog eens peilen van naar waarom dat je dat gedaan hebt. Wetende dat je 2 jaar ervoor eigenlijk ook al ingeschreven had en niet geselecteerd werd. De beste remedie om het beste in een ondernemer boven te halen, is hem doen falen in iets. Hè? Ja. Dan, want ik denk dan, mochten we dan tweede geworden zijn of zo, dan zou ik maar het feit dat je dan zelf niet geselecteerd bent, dan heb ik zoiets van, wacht een minuutje. Nu gaan we wel zorgen dat we en geselecteerd zijn en dan gaan we dat spel ook wel proberen winnen. Hè?